De Surinaamse kustwachtschepen P-101 Rutu en P-102 Diamanti hebben zondag samen met het Amerikaanse marineschip USNS Burlington een passage exercise uitgevoerd. Dat is een oefening waarbij beide landen hun organisatiestructuur op elkaar afstemmen om in tijden van humanitaire nood of oorlog snel en gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren en samen te werken in maritieme operaties. Deze oefening vond plaats in de Atlantische Oceaan in de Surinaamse territoriale wateren op ruim 20 tot 25 zeemijlen afstand vanuit de kustwachtbasis. Minister Brontosu Mohardjo van Binnenlandse Zaken, onder wie de kustwacht valt, kreeg een rondleiding op het Amerikaans domein. Je ziet dat er heel veel interesse is in Suriname. Natuurlijk ook door het vinden van olie en gas. De band tussen Suriname en Amerika is hierdoor alleen maar verstevigd, benadrukt de BISA-minister. We hebben een passing exercise, is meer elkaar begroeten op zee wanneer een ander land in jouw territoriële water komt. We zijn rondgeleid op de boot de Burlington. Het was een imposante rondleiding. Ik wil de mensen van Amerika bedanken voor hun rondleiding, voor hun gastvrijheid. En ik, nogmaals, de kustwacht gaat dit niet alleen kunnen zo. Het is een groot gebied wat we straks gaan moeten beschermen. Zij hebben meer middelen nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat de regering Santoki Brunswijk alles gaat doen om de kustwacht op te graden. En ik wil ze nogmaals, ze doen een goede job. Het is een zware job. We waren op zee en het gaat heen en weer. Je moet een sterke maag hebben om het te kunnen doen, dit werk te kunnen doen. En een ijzeren wil, maar wat de kustwacht zegt, koers vast zonder vrees. En dat heb ik vandaag ook gezien bij de kustwacht. Dus nogmaals, een goede trip, een goede passage. En we hebben ervan geleerd. Burlington is een snel expeditieschip met een veelzijdig vermogen. Het Amerikaanse schip.